Het gaat er hard aan toe op de voetbalvelden bij Oranje-Wit. Jonge voetballers tussen de 5 en de 11 jaar laten hun talenten zien aan scouts van Sparta Rotterdam. Zij willen ontdekt worden. De reden is dat ik zelf, toen ik nog klein kind was als voetballer, maar van één ding droomde. En dat was profvoetballer worden. Nou, ik heb gemerkt dat mijn kinderen en bijna alle kinderen die voetballen in Nederland ook dromen om profvoetballer te worden. Toen dacht ik, dan moeten we iets organiseren waardoor die kinderen hun droom kunnen waarmaken. Nou ja, zo kwam ik eigenlijk tot Jongeren Oranje. Veel kinderen dromen ervan om profvoetballer te worden. En ze hebben allemaal hun favoriete club. Feyenoord. Ajax. Ben je echt een Ajax-fan? Ja. Dan zou ik voor Real Madrid gaan. Barcelona en Real Madrid. Barcelona. En AC Milan. Willem II. Oh, dat is wel heel apart. Ik heb nog niet gehoord. Waarom? Nou, het is gewoon een goede sportieve en ja, gewoon een leuke club en ook goede spelers en zo. Het is erg belangrijk om te investeren in de jeugd. De jeugd heeft de toekomst. En je ziet het, er is steeds minder geld, dus je wordt steeds meer van de jeugd afhankelijk. Dus dat is alleen maar heel goed. Met alleen talent kom je er niet. Je moet alles opgeven voor die ene droom. Je moet het, laat ik noemen wat, bij de jeugd toch op kunnen brengen om, zeker bij een BVO, om 4-5 keer te trainen en dan ook nog de wedstrijd. Hè. En als je 15-16 bent, dan krijg je toch ook andere dingen die je leuk vindt en belangrijk vindt. Dus daar moet je wel overheen zetten. Als je wordt gescout, is het nog niet zeker dat je een echte profvoetballer wordt. 1 of 2 talenten stromen echt door naar betaald voetbal. Uiteindelijk blijven er 3 jonge oranje teams over. En dat zijn er dan 33 in totaal. Verdeeld over 3 leeftijdscategorieën. De voorrondes zijn er 16. En op al die locaties, die 16 locaties, kiezen we ook 33 kinderen. Die gaan naar de grote finale. En daar wordt dan het landelijke jongere oranje team gekozen. Zit je in het jongere oranje team, dan speel je oefenwedstrijden tegen professionele clubs. En dan heb je nog meer kans om gescout te worden.